We hebben net een hele boosterbox unboxed. Dan is het nou ondertussen tijd. Voor weer even een iets kleinere video. Ik heb hier een hele grote doos. Doe dat met een epische voice-over. Ja, weet je nog de legendarische honden? Raikou, Suicune en Entei. Daar hebben ze een box van gemaakt. Alleen ja, helaas is er geen Suicune GX, maar dit wordt een hele leuke doos. We gaan hem zeker unboxen. Goedemiddag allemaal, en zoals ik al bij deze intro zei, we gaan dus een hele leuke beestachtige doos openmaken. Namelijk de Legendary Beast doos, oftewel Johto GX. Ik vind het nog steeds jammer dat er eigenlijk geen Suicune GX is, maar die zouden dus binnenkort ook ergens een keertje aan zitten te komen. Ik kan eigenlijk nog steeds niet wachten op Flareon, Jolteon en Vaporeon GX. Maar goed, op dit moment moeten we het gaan doen met de Legendary Beast Pokémon, oftewel de Legend of Johto GX met plastic op de grond. Waarom ook niet? Ik moet zeggen, Johto, ik vond het een geweldige serie. Zeker omdat je dus ook Espeon en Umbreon erbij kreeg, daar niet van. Maar de legende die over die Legendary Beast gaan, die vind ik dus ook heel erg mooi. Ik bedoel, vergeet niet, de legende die ging erover. Jullie zitten nou heel erg mooi te kijken hoe dat ik hier lekker lastig deze doos aan het openmaken ben. Maar dat maakt niet uit. Wat zo grappig was, is de legende die ging erover dat er dus inderdaad een Flareon, een Vaporeon, of nee, drie Eevees dat die vast zaten in de Burnt Tower. En Ho-Oh komt voorbij, die revived de drie Eevees. En door de krachten van de Legendary Ho-Oh zijn ze dus inderdaad een speciale evolutie gehad. En kreeg je dus Suicune, Entei en Raikou. Wat ik eigenlijk best wel een hele mooie legende vind. Oké, ik vind het inderdaad best wel treurig over dat verhaal tot de drie Eevees vast zouden zitten in. Maar op zich vind ik dat nog steeds een van de leuke mythes die dus er inderdaad zijn. En ik moet zeggen, deze Jumbo card ziet er heel erg mooi uit. Ik vind zelfs dat de Pokéball eruit ziet een beetje als een CD als je dat zo zit te kijken. Heel erg mooi shiny. B-Legendary, 3 energie. 1000 damage, Raikou, Entei en Suicune embarken on a year of Legendary Adventures. Natuurlijk is het geen echte kaart, het is echt alleen maar een Jumbo card. Maar hij is wel heel erg mooi. Ik moet zeggen, ik vind deze Jumbo card zeker een van de mooie Jumbo cards die ertussen zitten. Dan komt deze ook natuurlijk met twee promo cards, namelijk de Entei GX. Volgens mij Entei die kon je vinden in de Shiny Legends. Zeker ook een hele mooie promo card, die leggen we dadelijk hier even heel mooi bij. En de Raikou GX, die heb ik nog niet echt in een set gezien. Maar ook een hele mooie kaart natuurlijk. Dus die mag er zeker wel even bij zijn. Dus. En ja, Suicune die zou natuurlijk hierbij zitten. Maar ja, er is nog steeds geen Suicune GX. Jammer genoeg. René, hoe kan dat? Weet niet. Duidelijk antwoord. Jullie hebben het gehoord hier van René. Hier. Live in de winkel. Weten we niet. Serieus, Pokémon. Je kunt wel een Mr. Mime GX maken, maar nog niet eens een Suicune. Kan gewoon niet. Ondertussen doe ik ze heel eventjes snel sleeven, want we gaan gewoon door in één take. We hebben in ieder geval 5 pakjes te pakken gekregen en ik zie een facepalm pakje er al tussen zitten. Waarschijnlijk René ook. Sorry, ik zie zelfs 2 facepalm pakjes ertussen zitten. Waar zijn de... Oh, die liggen daar. Oké. Deze die komt daar. Dan krijg je de 2 gegarandeerd. Nee, die even apart houden. Ja, eens even kijken. Laten we dan maar gelijk beginnen met de 2 teleurstellingen. Echt serieus. René die had het hier nog laatst met mij over en ik ga dit zeker ook even met jullie delen. Dan heb je dus zo'n nieuwe box, Sun and Moon. Het zit er helemaal vol mee en dan komen ze nog aan met een Primal Clash en een Breakthrough. Serieus. Why? En bij anderen dan zit het dus ook nog eens een keertje voor met Fates Collide. En als je dan een Fates Collide hebt gehad, dan zit er weer een Steam Siege bij. Of dan zit er weer een X&I, hoe heet die nou? Die regular base set die ze weer gereprint hadden totdat weer nieuw zou zijn. Evolutions volgens mij. Why? Why are you doing that? Waarom maken jullie Mr. Mime in een GA? Oh, wacht eventjes. Nee, die topic hadden we nog. Die was van de vorige video. Maakt niet uit. Jullie snappen mijn punt. We hebben in ieder geval ook een Burning Shadow en 2 Ultra Prisms. Maar ik maak me zorgen over deze Ultra Prisms, want we hebben geen hashtag Lucky on. Oeh. Nou ja, we gaan gewoon eerst beginnen. Laten we beginnen met Primal Clash. Waarom ook niet? Primal Clash, hoe was het ook alweer? Volgens mij was dit 3 van achteren. Ik weet het toch gewoon niet meer. Volgens mij was Primal Clash van 3 van achteren, maar... Kun je nagaan hoe lang dat het geleden is? Waarom zit hier Primal Clash in? Waarom klaag ik hier zoveel over? Omdat het kan. Goed, nou, ik gok gewoon op 3. Ik hoop dat ik het goed doe. Kakuna Ratata.
Linoen, Verbrava, Bidoof, een Chinchou, Electrike, Tentacool, Rhyhorn, Reversed Hollow Marill en een Hollow Rare Crawdant. Oké, ik heb het dus wel goed gedaan en ik zie dat ik hier de homo's niet onder heb liggen, stoutte ik. Ah, weer die hand, hè? Goed. Even kijken, waar heb ik hier een andere? Breakthrough. Ik ga me gelijk eventjes doorheen gooien. Breakthrough met superlijm. Inderdaad. I want to break through. I want to break free. Volgens mij was breakthrough al 3. Het is zo lang geleden, ik weet het toch niet meer. Professor's Ladder. Och, dat is lang geleden dat ik die in een pakje tegen ben gekomen. Staravia, Frogadier, Gastly, Spritzy, Kenya! Zo, zelfs hierin zit hij. Kun je nagaan, nieuwste pakje, heel oud pakje. Het zit allebei vol met Keknia's. Snover, oftewel René Junior. Froakie, Reverse Hollow Noibat. Omdat Obama Snow die werd René kwijt genoemd toen jij er niet bij was. In verband met Snor. Oh ja. Ja, dus kom het. Hallo Sven! Goed, nou in ieder geval, we hebben de hele oude pakjes, hebben we dus nou out of the run. Dus we hebben nog een Burning Shadows en 2 Ultra Prisms. We gaan gewoon beginnen met deze Ultra Prism, zien we wat daaruit kan komen. Daarna doen we een Burning Shadows en daarna doen we weer een Ultra Prism. Dus waarom ook niet? Vergeet niet, Ultra Prism is awesome, want er kan een Glaceon of een Livion in zitten. Daar gaan we natuurlijk voor met deze. Ik zou echt... Hoe lang is dit weer geleden? Veel te lang geleden. Echt waar? Echt waar. Willen we die hebben? Die willen we hebben. Zeker weten? Zeker weten. Oké, hier zijn het er weer 4. Ze maken het wel heel erg lastig voor ons unboxers ondertussen, hè? Fighting Energie. Rotom. Grasmaaier. Nee, het is Rotom. Alles in één pakket. Unit Energy. Puur lelijk. Ik bedoel pure ugly. Sneasel. Magnemite. Cherubi. Bunnery. No, Bunny. Hippopotas. Monferno Reverse Hollow. Oh, no! 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 I love it! No! How can you sleep at night? How can you make fun of Glaceon? Screw you! Kapow! Ik ben toch liever Mr. Mime. Ik maak van Glaceon. Tering hoog hard. Ja, sorry, ik kreeg in één keer een trap onder de tafel. No! Blijft altijd leuk als dit in de winkel gebeurt. Jongens, ik had het erover. Hoe? Hoe? Waarom? Wanneer? Jullie weten het, de nieuwste set had helemaal geen eerwillige evoluties en dan hier Glaceon GX. Oh, ik ben hier zo... Oh, dit is zo awesome! Oh, dit video is over, ik serieus, maakt niet meer uit wat er allemaal verder is. Hallo. Ja, dat dacht ik al. Je hebt zo geluk dat je weg bent. Ik kreeg gelijk een trap onder de tafel, ik zeg... Besef dit al. Tot op uit gaan komen. Ja, dat weet ik. Maar ik heb. Maar is dat dan een. Heel even kijken, het is geprint, jongens, echt serieus. Dat is een tin. Dat zijn tins. Oh, dat zijn tinboxen. Ja. Er komen nieuwe tinboxen uit, jongens. Zien jullie dat? Gewoon hier, ja. Blijf even in de winkel. En die ook. En die ook. En met 2 speciale kaarten en poppetjes van Pikachu en Eevee. Oké, okay, even serieus, even afstand. Ja? Oren dicht. Oren dicht. Allebei. Er komt een Eevee poppetje uit! Ja, we doen het gewoon eventjes waarschuwen, gewoon hier even lang. Ik bedoel serieus, mijn buren zijn het ondertussen gewend, dus pas op, we hebben nog een Ultra Prism, als daar Livion in zit, echt serieus. Komen allebei in november uit. Komen allebei in november uit? Dat is mijn verjaardag! Oh, ik ben er zo blij mee! Ja, ik moest even... Dus pre-orders nu bij... Runicorns! Helaas is er al eentje gepre-orderd. Voor mij! Goed, we gaan even verder met deze unboxing. Oh, doe mijn stem het nog? Ja hoor. No, ik lees het dan. Oh. Ik vind Ultra Prism nog steeds een geweldige set, echt serieus. Ik vond het zo jammer dat wij bij Sun and Moon bijvoorbeeld... Bij Sun and Moon, ik wou zo graag de Umbreon of de Espeon poelen en die hebben wij nooit gepoeld. Die zijn wij nooit tegengekomen en ik heb ze toen losgehaald. In ieder geval, appeltjes groen.
Plumeria, Simipour, Super Scoop Up, Penpour, Porygon, heel veel Alolan Rattata, Charmander, Puntseer, Reverse Hollow Dusclops, en een... Do you like a rock? Do you like a rock? Yes. You like a rock? Yeah. Like what kind of rock? Yeah. What kind of rock do you like a rock? I like a rock and rock. Yeah, but what kind of rock do you like a rock? A rock hard body? I don't know. Somebody once told me he liked a rock. Waarom ook niet? Goed, laatste pakje. Ultra Prism. Nou ja, editor, schei uit. Doe maar een disc scratch. Geen spannende muziek nodig. We hebben Glaceon al. Spannende muziek is deze keer niet nodig. Maar ja, aan de andere kant. Als hier nou een Leafeon in zit. Oh, jij editor echt serieus weer met je spannende muziek. Als hier nou een Leafeon in zit, dat geeft geen man. We gaan het gewoon doen. Als hier nou inderdaad de Leafeon GX in zit, dat zou toch helemaal geweldig zijn. Dan echt serieus, dan is iedereen hier hartstikke doof. Iedereen die heeft een gehoorapparaat nodig van hier tot mijn grinder. Dus oké. Okay. Psychic Energy, Fire Memory, Bronzong, Kasmoen, ja, Magmar, Chimchar, Sneasel, Lickitung, Reversed Hollow Snickers, ik bedoel Mars. Iedereen zit hier met zijn vingers in de oren ondertussen, jongens, echt, het is gewoon erg. René, we hebben Tapu-Lele! Daan, de serie is te laat. Yay! Hoe gaan we Tapu? Like voor Tapu-Lele! Oh, jongens toch. Jongens. Juist. Jongens! Oké, ik ga heel eventjes de camera even swap doen. Zo. Hallo. Even uitzoomen. Wow! Wow! Weet je, zoals Crash zou zeggen. Wow! Echt. Wow. Ik... Maar eens Eevee. Kom hier. Je ligt hier helemaal onder de dingen. Zo, kijk. Kijk. No. Ja, dus... Voor Let's Go Eevee. Die kan zo doen. Die kan zo lief liggen zo hier, hè. Maar ik bedoel echt serieus. Dit had ik echt niet verwacht. Ik heb zo vaak inderdaad van die dozen waar dan één of twee Ultra Prisms in zaten. En... Dan nu dat we gewoon Glaceon trekken. Ik had het echt niet verwacht. Gewoon echt, wauw. En het was nog niet eens een Luckyon pakje. Dus Glaceon zat in het verkeerde pakje. Maar dat maakt niet uit. Ik ben steeds blij. En natuurlijk niet te vergeten de Awesome 2 promo's die er ook bij zitten. Maar Glaceon. Serieus. Maar... In ieder geval. Wat is bij Ultra Prism nou jullie favoriete kaart? Bij mij... Dan zou ik een keuze moeten gaan maken en dan ga ik expres niet doen, want ik weet dat jullie ondertussen met fantheorieën. Wat is Stevie's favoriete evolutie, pen en papier, echt serieus, theorieën, weet ik het allemaal meer. Wat jullie aan het verzinnen zijn. Ik vind ze allebei even leuk, zowel Leafeon als Glaceon. Alleen is Glaceon in game wat fijner als Leafeon, maar dat heeft niks te maken met mijn persoonlijke mening. Echt serieus, pennen neer, dankjewel. Wat is jullie favoriet? Laat het zeker natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En niet te vergeten, de website van René Kart staat natuurlijk ook onder in de beschrijving. Wil jij, ik ga nog heel eventjes spieken hoe dat hier nou precies heet. Dus de Pikachu en Eevee Pokeball Collection. Daar kun je hem natuurlijk pre-orderen, dus ik ga hem dan natuurlijk ook pre-orderen. What's Inside? Dat zijn namelijk de tin en dan kun je dus de Pokeball of volgens mij is dit een... Quickball? Is dat een Quickball? Ja, dat is Quickball, inderdaad. Nee, ik heb een repeatbal altijd bij me. Jij weet al de bal. Jij hebt echt verstand van ballen, jij. Hij heeft daar gewoon er hangt daar een poster en er staat gewoon stiekem heel erg alles ondergeschreven wat voor ballen dat het zijn. Denk je eventjes een complimentje te geven, verdorie nog aan toe. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken. Laat natuurlijk een like achter. Laat een reactie achter wat jouw favoriete is natuurlijk van de Ultra Prism set. En wat voor moves zou Suicune GX volgens jou moeten hebben? Volgens mij is er al een Japanse print en een vertaling uit. Niet cheaten, wat zou jij gewoon... Gebruik je eigen fantasie, is natuurlijk hartstikke leuk. En ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei! Glaceon GX, ik ben zo blij!